vroeg in de ochtend, hè? Ja, het is... Hoe laat? Het is 7:45. Ja. En dan 7:50, dan komt mevrouw Bosman altijd hier naar buiten. Dat licht gaat nu aan, misschien komt dat dan, ik weet het niet. De buurvrouw komt zo meteen naar buiten. Ja, want daar staat haar fiets, hè. Dat, Fiets. Dat is de binnenste fiets. En daarmee fietsen naar het daar gaat ze mij naar het stadhuis. Ja. Iedere morgen om 7:50. Ja. Bent u mevrouw Bosman? Bent u mevrouw Bosman? U wilt niks zeggen? Ze legt steeds briefjes voor de deur. Ze legt briefjes op de deur? Steeds weer briefjes voor de deur. Ja. En, wat staat er dan op? Heeft u die briefjes hier? Nou, ik heb hier nog wel een briefje. Vrij recent. Er staat geen datum op nu. Ik zou de prijs stellen als u uw muziek voortaan wel zachter zou zetten. Op dinsdagavond uw muziek stoorde mij zeer bij mijn werk. Ja. Maar ik heb dus alles teruggeschreven dat, ik niet meer ga antwoorden op deze briefjes. Zo'n briefje af en toe voor de deur, dat lijkt me toch niet het ergste wat er is? Nee, dat is een hele burenruzie en die is dus helemaal geëscaleerd. Het is allemaal begonnen met een afvoerpijpje. Een afvoerpijpje? Een afvoerpijpje. We hebben de keuken verbouwd. En er zat een wasemkap in die dus de kookdamp opvangt. Maar dat blijft dan in een filter zitten. Ja. En dat vonden we niet zo prettig. En toen hebben we gezegd, op de aannemer, op advies van de aannemer, hebben we dus een pijpje laten monteren. Kunnen we even naar dat pijpje kijken? Wat zegt u? Kunnen we even naar dat pijpje kijken? Jazeker. Ja, ik weet niet, wil u dat op de gang of wil u dat... Dit is het trappenhuis. Ja, dit is het trappenhuis. Het pijpje? Het pijpje zit daar. Dat pijpje. Juist. En dat komt uit uw keuken, dat pijpje? Ja, ja. En wat is het probleem met het pijpje? Ja, volgens mij is er geen probleem met het pijpje, man. Mevrouw had dus de kookdamp al eerder geroken voordat de wasemkap was aangesloten, dus er was 3 weken levertijd op de wasemkap. Ja. En het pijpje zat er eerder op. Ja. En toen kreeg ik al een brief dat het... Dat stonk? Ja, nou, gebakken eieren en uien. Uien? Ja. Dus er klopt niet veel van? Nee. Dus daarom heb ik vanaf het begin haar beweringen in twijfel getrokken. Even aan, hè? Tuurlijk. Ziet ze maar. Ja, meneer. 2 uur, hè? Ja. Ja, prima. U bent welkom. Ja. Daar. Wie was dat, als ik vraag me? Dat is een verslaggever van het Parool. Die vroeg hoe laat dat de happening was. Happening? Ja. Welke happening? Nou, de rechter komt kijken en die moet beslissen of het eraf moet of niet. Het pijpje? Ja. En er komt een verslaggever van het Parool? Van het Parool, ja. Wie heeft dat aan de grote klok gehangen? Nou, ik heb het naar buiten gebracht, ja. Ja. Omdat hier zoveel dingen aan het spel zijn. Er is een deur ingeslagen hier. Een deur? En... Welke deur? Mijn voordeur. Is ingeslagen door mevrouw Bosman.